Voelde je je vereerd dat er een film over je gemaakt werd? Nou, zolang hij mij 5000 euro betaalde, voelde ik me wel vereerd, ja. Pim. Ik had eigenlijk 10 moeten vragen. Nee, maar ik bedoel, het is toch een hommage, ik bedoel. Ik hecht niet aan dat soort dingen meer, vroeger wel, maar niet meer. En wat dat betreft net als Eddie. Vroeger was het wel zo dat, ja, dan vond je het geweldig, maar dat is opgelost. Het streelt je ego ook niet? Het ego wel nog. Maar, ja en nee. Ik vind het... ik vind eigenlijk niks meer. Hoezo? Gewoon. De dingen zijn altijd precies zoals ze zijn. En, het is heel moeilijk om alles te kunnen zien zoals het is. En ook alles van jezelf te kunnen zien zoals het is. En om te aanvaarden dat alles is zoals het is. Want meestal wil je iets anders. Je wil dat het is zoals jij wil dat het is. Omdat je denkt dat dat is ego, toch? Omdat je denkt dat het zo moet gaan. Maar als je inziet dat de dingen... Things are always just as they are. En de dingen altijd goed zijn zoals ze zijn. En je kan dat accepteren. Hé, dan leef je een ander leven. En dat leven wordt niet bepaald door wat jij wil. Maar door wat het wil. En het is dan de kosmos of... Nou wordt er een prachtige film over gemaakt. Paradox. Waarin Pim de la Parra in al zijn eigenaardigheden, maar ook zijn... eigenheden wordt neergezet en je bent er niet bij. Zo moest het zijn toch? En het leven weet wat het doet. Ja, dat is ook de ironie van het lot. Ja, heel grappig. Terwijl ik nog aan Inzo en zijn producer Sanku had beloofd dat ik er zou komen. Maar ja, er valt niks aan te doen. Ik mag van de specialisten niet reizen. En ik kan me ook voorstellen dat ik... dat het beter is voor mijn rug dat ik dat niet doe. Want die trip van 8 à 9 uur, nee, dat... ik zou natuurlijk wel kunnen gaan, maar dan vrees ik dat ik niet terug zou komen. En dan zou de film natuurlijk Paradox een geweldig succes kunnen zijn, want hij gaat op 9 december draaien. En als ik de dag daarvoor gecremeerd kan worden in Amsterdam, dan is het natuurlijk wel enige nieuwswaarde, snap je wel? En misschien dat er dan wat mensen meer gaan kijken, maar dat is met de film. Mijn leven is mijn liefde.